for your winner by split decision. And still! Ja, Artem fucking tof. Heavyweight champion of the world! Ze belt terug. Hij houdt hem. Publiek. Ja, dat was een hele grote pil om te slikken. Ik was heel erg teleurgesteld natuurlijk. Maar het is al business, weet je. Het is mijn werk. Ik moet mezelf herpakken en ik moet weer gaan, weet je. Want een verlies maakt mij niet. Een belt maakt mij niet. Ik maak mezelf. Ja, ik heb er wel lang mee gezeten. En mensen om me heen hebben het ook wel gezien. Maar als je eenmaal weer begint te draaien, begint te trainen, dan gaat het vanzelf weer weg. En ik heb nu ook een nieuw titel gevecht. Dus ik heb nu een doel om naartoe te werken. Ja, nou, hij zette er echt enorm mee natuurlijk. Hij kwam in de kleedkamer, hij is helemaal kapot. We hebben hem een beetje er doorheen moeten trekken. Ja, met hem praten, met hem doen. En ja, op een gegeven moment is hij eventjes op vakantie gegaan. En toen opeens meldde hij zich vanzelf weer. Hè? Dus hij zat in Suriname. En dan kreeg hij opeens te horen dat hij het helemaal niet zo slecht gedaan had. Dus wat wij al tegen hem zeiden in de kleedkamer in die dagen daarna. En nu, toen belde hij me. Ja, trainer, wat staat er nu op het programma? Nou, oké. Dus ik zei, nou ja, ik ga eens eventjes praten met Corey, hoe of wat. En kijken wat we kunnen doen. En daar is opeens deze partij uit voortgekomen. En nu heeft hij weer vonkeltjes in zijn ogen. En is hij weer blij. Ja. En dan moet hij het wel pakken. Ik had het aan de ene kant wel verwacht, aan de andere kant had ik het niet verwacht. Ik had niet verwacht dat er zo snel alweer een interimtitel zou komen. Maar ik had wel verwacht dat ik weer voor een titel zou vechten. Eerder dan later eigenlijk. Mij interesseert de titel, of de titel interesseert me helemaal niks. Het is gewoon knokken. Je moet gewoon knokken. Of je nou knokt voor een wereldtitel, voor een Nederlandse titel, of voor een beginnerspartij of voor een A-partij. Het boeit me niet waarvoor. Je moet gewoon knokken alsof de duivel je achterna zit. En het maakt niet uit wat voor titel eraan vasthangt. Ja. Weet je? Dat maakt me niet uit. Ja. En dat moet Donnetje ook niet uitmaken. Het is in principe ook een B-prijs, maar het is vooral wel een prijs die ik krijg, snap je? Want daarvoor heb ik helemaal niks gekregen en nu maak ik kans op de B-prijs. En als ik deze win, krijg ik sowieso ook het goud. Ja. Dus het is een omweg, maar ik ga er nog wel komen. Oh, high kick! Wow! And now Pereira go for the finish! Oh! What a leaping knee! Hij heeft zijn stempel gedrukt, hij heeft natuurlijk van Yusri heeft hij gewonnen. Dus we hebben wat dat betreft nog wat rechten zetten hier bij Maxim. En ja, is een goede tegenstander voor Donnetje. Een knokker ook. Niet zoals bij Fakitov. Hij is niet Fakitov wat slimmer was. Is hij meer knokker. Ik denk dat het voor Donnetje beter is. Dat het het beste uit Donnetje gaat halen. Ja, heeft mannen daar wel goed aangepakt in de divisie. Maar Light Heavyweight is toch anders, weet je. Wij komen toch van een zwaardig. We komen de meeste mannen komen van boven de 195. En dat gaat hij voelen. Nee, Pereira doet gewoon heel erg goed. Ik kan niet zeggen van niet, weet je niet. Als je dat een beetje onder de bank veegt, dan heb je er geen verstand van. Snap je? Hij doet gewoon heel erg goed. Hij wordt steeds beter. Dus, maar we krijgen nu een andere factor. We krijgen een factor van 10 kilo verschil. Don is gewend om een klap te krijgen van iemand van... Kijk, als ze 95 wegen ze meestal 100 of 102 kilo normaal. Maar kan Pereira dat ook? En dan kan je zeggen, ja, ik spar met Micheletti en ik spar met Guto. Maar ja, dat zijn geen oud-Hollandse klappen, zoals het heet. Weet je niet? En kijk, je zegt het, iemand die ook een goede klap kan nemen en die niet Michael doet. Hij liep op een opstoot. Je zag meteen die hele ring vol met het bloed waar hij vandaan komt. Maar ja, kan die Pereira dat ook hebben? En die werd in de tweede wedstrijd tegen Yusri. Deed hij al een beetje bang van de klappen van Yusri. En Don slaat harder als Yusri. Tenminste, dat is de bedoeling. Ik denk dat het de voordelen is van Donnetje. Die hoeft maar wegens vakantie een paar kilootjes eraf. En die jongen die moet 10 kilo erbij. En ik weet niet wat zijn normale gewicht is, maar ik heb wel de ervaring bij vechters die vooral de eerste keren als ze zwaarder gaan vechten, dat ze toch wel wat logger worden en dat ze toch wel moeite hebben met het verplaatsen van het gewicht. Dus ik denk dat dat ons voordeel is. Ja, het is anders natuurlijk, weet je. Het is anders. Je moet kijken hoe hij met zijn lucht gaat zitten natuurlijk, omdat hij meer gewicht moet dragen. Hij krijgt meer druk op zich. En ik ben iemand, ik hou ervan om naar voren te vechten. En dat weet jullie ook van mij. Dus dan moet kijken hoe hij daarmee gaat handelen. Hij heeft natuurlijk al wel veel 500's gevochten. Dus die ervaring heeft hij natuurlijk wel weer bij zich. Maar dat had Fakitov ook. En heeft iedereen eigenlijk gehad die tegen mij stond. Dus die belt is het, dus die kampioenschap. Alsnog de jongste
kampioen ooit, daar gaat het om. Dat is gewoon echt prestigieus. En voor de rest, tegen wie, het maakt me allemaal niet uit. Het interesseert me niet. Want ik ga uit van mijn eigen kracht. Ik kijk niet naar de ander, ik kijk naar mezelf. En ik weet gewoon dat ik alles in huis heb om de titeldagen te zijn.